De NV Havenbeheer Suriname heeft gisteren haar 50-jarig bestaan herdacht. De viering was in besloten kring en kon niet uitbundig gehouden worden vanwege de COVID-19-pandemie. Professor Jack Menke dook de geschiedenis in van het parastataal bedrijf. Zo kwam naar voren dat meer dan 80% van het handelsvolume van Suriname over water gaat. Volgens directeur Andreas Talea bevindt het bedrijf zich op een kruispunt als er moet worden gekeken naar de huidige situatie en de toekomstige plannen. Weet je, via de havens en de grootste haven die staat hier. En het grootste deel van de import, we hebben een importeconomie en een aanzienlijk deel van de exporten van Suriname wordt ook verscheept via deze haven. En de beweging van schepen en goederen geeft een goed beeld van de ontwikkeling van de havendiensten. Ook wel van de economische conjunctuur, waar ik dus vandaag niet diep op inga. Wat je wel ziet, in de periode 1971 tot 1990 is de beweging van schepen niet noemenswaardig of nauwelijks toegenomen. We zien pas in de jaren 86 en 87... Die waren, ja, dat was een uitzondering toen een enorm aantal schepen de haven aandeed, zo 1000 om ongeveer 900. En het aantal schoeners uit Brazilië was ook in die periode opvallend groot. Een kruispunt in die zin dat we te maken hebben met aan de ene kant die ontwikkelingen die voor ons liggen. We hebben te maken met de olie- en gasindustrie die op ons afkomt. Eigenlijk zitten we er middenin. We horen de nieuwsberichten, we zien ze ook. We volgen de ontwikkelingen, hoe het een en ander zich voltrekt in Guyana. Volgens RVC-president-commissaris Leo Brunswijk is het tijd om niet alleen te praten over de olie- en gasindustrie, maar moet vooral het voortouw worden genomen in de ontwikkeling van deze sector. Volgens minister Albert Jubitane van Transport, Communicatie en Toerisme moet het onderdeel local content, structuur en inhoud krijgen. Ik vind het wel jammer dat Suriname een NV havenbeheer heeft en dat men blijft praten met andere entiteiten om te kijken van, hey, hoe kunnen we een haven bouwen, waar moeten we een haven bouwen, terwijl er hier alle expertise in huis is. Ze hoeven niet te komen, maar wij gaan ze bewijzen dat wij hier, vanuit hier, een van de modernste havens van Zuid-Amerika gaan maken. Wij gaan niet wachten op mensen en wij zijn ook niet bang voor concurrentie. Guyana mag daar zitten en bouwen met de mensen van Dubai of Abu Dhabi, maar wij gaan ze bewijzen dat wij voor niemand onder gaan doen en wij gaan de concurrentie strijd aan. Maar dit, dat de haven een economische drijver moet gaan worden, dat hier werkgelegenheid gecreëerd mag worden, dat ook onze haven een community builder mag gaan worden. Dat wij voorzien in behoeften, dat wij gaan faciliteren dat de economische activiteiten, de productiviteit van ons omhoog mag gaan. Want als regering staan we niet alleen te springen dat de productie op gang komt, maar ook de kwaliteit van het leven van onze landgenoten hierdoor verbeterd mag worden. De plannen om met de haven van Antwerpen Surinames eigen NV havenbeheer tot een groter geheel te maken, blijft nog van kracht. Maar wanneer de veranderingen en de wijzigingen komen, is nog niet vastgesteld.